Hallo, leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Cas en welkom bij De Greef. In deze video ga ik jullie iets meer vertellen over de Kabe Imperial 780 TDL. Deze caravan is voorzien van een rondzit, riante middenkeuken en een vrijstaand queensbed met de badkamer over de achterkant. Al voor we iets gaan vertellen over deze caravan, kijk even mee naar deze mooie beelden. Aan de voorzijde kunnen we zien dat deze caravan is uitgerust met de Alco stabilisatorkoppeling. Ook is standaard het Alco ATC systeem aanwezig. Aan de voorkant vinden we de disselbak waar we plek hebben voor twee gafflessen, 5 of 10 kilo. Daarnaast zien we dat hier standaard de lekkageindicator gemonteerd zit om ondichtigheden in de leidingen op te sporen. Ook kun je zien dat de gasleiding naar de zijkant wegloopt, waardoor je heel makkelijk een externe gasverbruiker aan de buitenaansluiting inprikt zonder dat je je flessen erin en uit hoeft te halen. Ook zien we dat de disselbak is afgewerkt met een mooie ledstrip, zodat je in het donker altijd je spulletjes terugvindt. We kunnen aan de zijkant zien dat het hier gaat om de Imperial serie. Deze heeft een geprinte plaat, dus het is geen sticker, het zit er echt ingeprint, 3D. En ook heeft hij de Matic inlegramen. Verder zien we hier een aansluiting om de watertank te vullen. Hier hebben we de standaard gemonteerde buitendouche met hieraast een citywateraansluiting, waar je de tuinslang inprikt, zodat je onbeperkt water hebt. Standaard is deze caravan ook voorzien van lichtmetalen velgen. En we vinden hier aan de buitenkant het ventilatieluik met een serviceluik, waarmee je eigenlijk heel makkelijk onder het bed komt om vanaf de buitenkant spullen op te bergen. Lopen we door naar achteren, dan zien we het mooie kunststof achterfront van de Kabe. Het is gemaakt voor kunststof. Eigenlijk is het alleen optisch wat je ziet. Want standaard wordt de aluminiumplaat doorgetrokken, wat zorgt voor minder koude bruggen, dus een betere isolering. De derde letters Kabe bevatten een derde remlicht. En hier hebben we de mooie 3D oplegletters van Imperial. Natuurlijk is de caravan standaard uitgerust met LED-verlichting, zowel binnen als buiten. Hier vinden we het cassettetoilet, die je erin en eruit kunt halen. Dat deze voorzien is van de queensbed, heb je een mooie raampartij waardoor je mooi naar buiten wegkijkt. En helemaal aan de voorzijde van deze caravan vinden we het uitrekbare, verwarmbare skiluik. We hebben er even een vlag in gestopt. Je kunt er parasols in doen, schoenen. Maakt allemaal niet uit. En ook is het dat de radiatoren doorlopen boven deze bak, wordt alles wat je erin legt ook automatisch weer droog. Naast het skivak vinden we de stroombox. Deze elektrobox is voorzien van een walstroomaansluiting, 220, 12 volt, buitenspeakers, in- en uitvoer van televisie en ook is het afgewerkt met een lampje. Dan zien we hier de deur van Kabe die voorzien is van een dubbele afdichting met natuurlijk uiteraard een raampje in de deur. Ook een leuk detail is dat de deurvanger een magneet bevat, zodat als die open staat altijd goed vast blijft zitten. Laten we deze caravan even aan de binnenkant kijken. Aan de binnenzijde van deze caravan vinden we naast de deur het Dometic bedieningspaneel. Op dit bedieningspaneel kun je eigenlijk alles regelen. Denk hierbij aan de verlichting, de boiler, de kachel, de koelkast, stroomverzorging, radio. Wil je nou meer weten hoe dit systeem exact functioneert? Kijk dan even onze andere video waar we het uitgebreid in uitleggen. Vervolgens zien we hier aan de voorkant een riante ruime rondzit. Standaard in de Imperial serie is deze bekleed met leder. Totaal heb je 3 soorten, zwart, grijs of crème. De Imperial serie heeft ook standaard een uitschuifbare zitvlak. Hier aan de onderkant zit een hendel. Die kun je naar voren zetten en dan heb je eigenlijk gewoon een soort lounge effect. En ook kunnen we zien dat de neksteunen standaard in de caravan zitten. Voor heb je 2 LED-spotjes zitten met een ingebouwde USB-oplader. En uiteraard zijn alle ramen voorzien van blendering en vliegengaas. Alle kasten hebben een wandafmontage, dus ze staan los van de mand, wat een betere circulatie heeft. En we kunnen hier ook goed zien dat het afgewerkt is met 2 scharnieren en 2 gasveren met een automatische poeslogsluiting. Dus op het moment dat we een kastje dicht doen, heb je hem ook afgesloten, kan er niks meer uitvallen. Ook standaard in de Kabe caravan hebben we een ingebouwde wifi router.
En hiernaast vinden we het bedieningspaneel wat eventueel op 12 volt te gebruiken is. Onder de bank kunnen we ook zien dat de Imperial serie standaard is voorzien van een ingebouwde boordaccu. Waardoor je ook je verlichting kunt laten draaien zonder dat je op stroom staat. En aan de andere kant van deze bank kunnen we zien dat er een ingebouwde watertank in zit. Dit model heeft een 70 liter watertank met daarnaast standaard gemonteerde elektrische kleppen om je watertank te legen. Ook zien we hier aan de onderkant de Dometic ingebouwde stofzuiger. Je prikt hier een slang in die uitrekbaar is door heel de caravan. En je kunt zo heel gemakkelijk de caravan stofzuigen. Dit is zo dat elke kabelcaravan, zowel in de woonkamer als in de slaapkamer, voorzien is van een knop hier aan de zijkant met min en max erop. Deze kun je open of dicht zetten. En dat is een klep in de vloer en die zorgt voor een continue ventilatie. Als je met meerdere mensen in de caravan zit, dat de ramen niet beslaan, dat je altijd een optimaal comfort hebt. In het midden van deze caravan vinden we de riante keuken. De keuken is standaard voorzien van 2 gaspitten en 2 inductie. We hebben hier een mooie oven, een grill of een warmhoutlade. Natuurlijk zijn alle lades voorzien van softclose. En deze is ook voorzien van ingebouwde prullenbakjes. Uitrekbare snijplank. Het bovenblad is afgewerkt met een betonlook. Evenals de afdekking van de spoelpak. Standaard is er ook een afzijkap ingemonteerd die in 2 standen in te stellen is. Aan de andere kant vinden we de jassenkast. De televisiemeubel met ingebouwde tv-houder. De draadloze oplader voor de telefoon. Vitrinekastje met verlichting erin. In het midden de Dometic koelkast met vriezer die aan weerskanten te open is. Deze koelkast kan op 220 volt, 12 volt en op gas. De standaard ingebouwde magnetron aan de onderzijde met nog een opbergkast. En bij de 780 vinden we eigenlijk dat we hier een hangkast hebben, een legkast. En hieronder kunnen we nog een roeder monteren waar een stukje hanggedeelte in gemaakt kan worden. Hier vinden we de welbekende droogkast. De kachel is aan de onderzijde gemonteerd, waardoor de warme lucht omhoog komt door de lekbak heen. Waardoor je alles wat in die kast hangt automatisch weer droog wordt. En rechts achterin vinden we het expansievat voor de vloeistof van de kachel. Dan komen we hier bij de E8 indeling. Deze indeling is voorzien van een dwarsgeplaatst queensbed waarmee je aan weerskanten eromheen kunt lopen. Alle kaben, caravans zijn voorzien van pocketveering matras met een extra topper. En standaard natuurlijk de bedsprei om het netjes af te werken. Aan deze kant vinden we nog een ventilatieluikje. Ik ga hem even open doen. Zodat je eigenlijk als het regent of sneeuwt altijd een betere ventilatie hebt zonder dat het naar binnen kan regenen. Ook kunnen we zien dat de zijwanden en het dak van deze caravan bekleed zijn met stof. Het is geluidsdempend, isoleert veel beter. Komen we in de badkamer, dan vinden we hier een volledig afgesloten luxe douchecabine waar je echt volwaardig in kunt douchen. De wastafel met hieronder nog wat kastjes. En hier aan deze kant vinden we de keramische toiletpot. Hij is gemaakt van keramiek, niet van kunststof, dus veel beter van kwaliteit. En hier vinden we ook het elektrische handdoekdroger. Verder vinden we in het dak hierboven een midi-hekenluik. Dan hebben we hier de Dometic Airco, die standaard in een Imperial zitten. Nog een extra dakluik boven de keuken. En voor vinden we het grote raam, wat natuurlijk allemaal ook voorzien is van plissé en van vlieghor. Zo, leuk dat je gekeken hebt naar deze video. Mocht je nou meer willen weten over dit model of een van onze andere modellen, kijk dan even op de site www.degreef.nl of kom langs voor een bakje koffie.